Dat jij je schaamt dat je Nederlander bent? Ja, met Sinterklaas. Want? Nou, ik vind dat die Zwarte Piet, dat kan echt niet meer, toch? Wat vindt u? Vindt u van Zwarte Piet, kan dat nog eigenlijk? Ja, dat kan nog. Ja. Maar leg dat maar eens uit aan iemand uit Jamaica. Oeh, zie, ik sla helemaal rood aan. Maar hartstikke nerveus om dit filmpje te maken. Oeh! Hallo iedereen, welkom bij deze YouTube-video. Vandaag is de eerste keer dat ik een filmpje in het Nederlands maak, maar dat is omdat ik het graag even wil hebben over Zwarte Piet. Vandaag was dus de intocht van Sinterklaas en daar was weer heel veel overleg omheen en heel veel mensen die zijn het ermee eens en heel veel mensen zijn het ermee oneens. De meningen zijn ontzettend verdeeld over het Sinterklaasfeest in Nederland. Voor de mensen die kijken en die niet bekend zijn met het feest Sinterklaas in Nederland, hier is even een hele korte uitleg. Een korte uitleg van het Sinterklaasfeest is dat inderdaad dus vandaag rond deze tijd, 17 november, 3 weken voor 5 december, dus de echte feestdag van Sinterklaas, 3 weken voordat Sinterklaas dus echt zijn verjaardag viert, zo wordt het in het algemeen ook gezien, komt Sinterklaas in dus met de stoomboot naar Nederland met al zijn knechten. Vervolgens in deze 3 weken zetten kinderen hun schoen en dan komt Zwarte Piet door de schoorsteen om ze cadeautjes te geven als ze goed zijn geweest en als ze lief zijn geweest. Of om ze de roet te geven als ze stout geweest zijn. Dus we weten ook allemaal hoe dat was vroeger om bang te zijn voor Zwarte Piet met de roet. Ik was zeker wel bang. Het Sinterklaasfeest in Nederland is eigenlijk over het algemeen een feest wat wordt gevierd door families met kinderen. Ik zou niet zeggen dat mensen die in de 20 zijn, dus zeg maar mijn leeftijd, geen kinderen hebben, het feest vieren. Dus het wordt over het algemeen ook een kinderfeest genoemd. Het is een kinderfeest. 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 In dat opzicht zou je ook wel kunnen zeggen dat Sinterklaas een beetje de Nederlandse versie is van Kerstmis. Maar wij hebben het wel als twee verschillende feestdagen. Dus Sinterklaas is niet hetzelfde als Kerstmis. Veel mensen zijn dus oneens met een bepaald aspect van het Sinterklaasfeest. En dat is dus het karikatuur Zwarte Piet. Al best een tijdje hebben mensen een probleem met hoe het Zwarte Piet eruit ziet. Sommige mensen willen dat Zwarte Piet wordt veranderd. En dat Zwarte Piet er anders uit gaat zien dan wat hij altijd heeft uitgezien. En andere mensen die willen juist graag dat Zwarte Piet zo blijft zoals die is. Er is een ontzettende verdeeldheid in Nederland op het moment, vooral rond deze tijd van het jaar. En dit filmpje wil ik dus daarom uitleggen waarom mensen nou eigenlijk een probleem hebben met hoe Zwarte Piet eruit ziet. Het is heel erg belangrijk dat wanneer je een discussie voert, dat je je argumenten baseert op feiten. En graag wil ik mensen even de feiten op tafel leggen. Als we het even heel kort en beknopt moeten zeggen. Voordat ik hierin ga treden in dit onderdeel van het filmpje, wil ik wel even duidelijk maken. Ik ben zelf ook opgegroeid met het Sinterklaasfeest. Ik snap volledig waarom mensen niet willen dat het verandert. Maar het is toch wel belangrijk om te erkennen wat nou precies de aspecten zijn waar mensen een probleem mee hebben. En dat wil ik graag op de meest neutrale en respectvolle manier uitleggen. Dus als je me een dom wijf in de comments wil noemen voordat je dit onderdeel überhaupt hebt gekeken, ga je gang, het doet me niet zoveel. Toch wil ik de beide kanten van de discussie en alle argumenten even goed neerleggen en ze tegenover elkaar zetten, zodat ik op een neutrale en respectvolle manier iedereen kan bijbrengen over wat nou precies het probleem is met de discussie met Zwarte Piet. Hier gaan we. Om dus de anti-Zwarte Piet kant goed te begrijpen, moeten we terug naar 1850. Toen heeft Jan Schenkman in 1850... het boek geschreven Sint Nicolaas en zijn knecht. De traditie van Sinterklaas bestond al veel langer voordat Jan Schenkman dit boek heeft geschreven. In 1850 is ook de eerste keer in dit boek, specifiek dit boek, dat wij ook het karikatuur Zwarte Piet zien. Het is ook belangrijk om te bedenken dat in 1850 slavernij nog heel erg normaal was. En sindsdien is de traditie eigenlijk nooit veranderd. Maar alles eromheen, hartstikke duidelijk, natuurlijk wel. Slavernij is in Nederland in 1863 pas afgeschaft. Dus dat betekent niet dat in 1863, dat toen slavernij was afgeschaft, dat slavernij per definitie ook stopte. In een plantage in Curaçao is zelfs nog tot 1959 actieve slavernij geweest. Slavernij is eigenlijk nog niet zo heel erg lang afgeschaft. In die tussentijd,
dus tussen 1850 en 1959. Zoals je misschien weet, was Hollywood in Amerika echt booming. Omdat donkere mensen zelf niet in theaterstukken en films mochten spelen, deden blanke mensen dit voor ze. Hoewel dat betekende niet dat de blanke mensen geen films schreven met karakters die donker waren. Die een donkere huidskleur hadden, van andere landen vandaan kwamen. Of inderdaad dus in dat geval, in het geval van ongeveer 1920, nog slaaf waren. In sommige films moesten dus alsnog donkere mensen wel gespeeld worden. Dus wat de oplossing van blanke mensen was, was om zichzelf donker te verven. Vaak werd dit dus gebruikt om te laten zien hoe dom donkere mensen waren. Ze werden heel vaak geschreven als karakters die nergens flauw benul van hadden, die heel dom waren, onbeleefd. En zo werden ze heel vaak neergezet. Dit fenomeen heet ook wel blackface. Dit is ook voor heel veel anti-Zwarte Piet mensen dus een raakvlak. Als je Zwarte Piet en blackface tegenover elkaar zet, is het eigenlijk best moeilijk om de overeenkomsten te missen. Dit fenomeen werd dus letterlijk gebruikt om de donkere ras te onderdrukken. De slavenhouders hadden natuurlijk ook gewoon gratis werknemers. Dus het was ook niet de bedoeling dat blanke mensen medelijden met donkere mensen gingen hebben, of dat ze gingen begrijpen hoe het was voor hun om slaaf te zijn. Zelfs ook een paar van je klassieke Hollywood-acteurs hebben aan dit fenomeen meegedaan. Er is ook niet alleen blackface, er bestaat ook nog yellowface, waar blanke mensen dus Aziatische mensen nadoen. Heel veel gekleurde mensen vinden het daarom ook kwetsend om te zien dat blanke mensen zich verkleden als iemand van een ander ras. Omdat het eigenlijk veel makkelijker is om toch iemand te nemen van die kleur. Natuurlijk wil je dat persoon niet inhuren als zij misschien kritiek op je gaan hebben omdat het karakter onrealistisch is of discriminerend is. En dat is heel vaak het geval bij yellowface en bij blackface. Het is gebruikt om mensen te kleineren en om ze anders neer te zetten dan dat ze eigenlijk zijn. Zwarte Piet is voor heel veel mensen gewoon blackface, want het is inderdaad een karikatuur die kleine kinderen slaat als ze stout zijn. Geef toe, er zijn kinderen die zijn bang voor Zwarte Piet. Ik was vroeger bang voor Zwarte Piet. Blackface gebeurt nog tot op de dag van vandaag. Het is moeilijk te geloven, maar het is wel zo. En natuurlijk in de vorm van Zwarte Piet gebeurt het ook nog. Dat blanke mensen zich dus donker verven om een bepaald ideeën over te laten komen is voor echte donkere mensen dus ontzettend kwetsend. En dat is ook heel erg goed te begrijpen. Stel je voor dat jouw familie generaties lang alleen maar wordt onderdrukt, alleen maar door de achternaam bijvoorbeeld. Kun je je voorstellen dat je op straat loopt en dat iemand je niet eens serieus neemt om hoe je eruit ziet of om hoe je wat je achternaam is of om hoe je je kleedt. Dit is dus een realiteit voor mensen die elke dag racisme ervaren. Het is ook gewoon een feit dat mensen racisme ervaren op de manier dat ze bijvoorbeeld een hoofddoek dragen of andere kledij die hoort bij hun cultuur. Ze worden daarop bevooroordeeld en negatief behandeld. Dat gebeurt dus ook bij mensen die een donkere huidskleur hebben en kroes haar. Want kinderen kunnen onbewust gewoon tegen zo'n iemand zeggen: hé, jij bent Zwarte Piet. Of tegen kinderen uit hun klas. En dat is voor die kinderen en voor die mensen natuurlijk ontzettend vervelend, want ze zijn veel meer dan dat. En ze willen ook erkend worden als meer dan dat. Ze zijn niet alleen maar een slecht karikatuur. Er zijn ook filmpjes van Nederlanders dat ze een Zwarte Piet kostuum aan hebben en dat ze een of ander gek Surinaams accent doen of zo. En dit is natuurlijk ook ontzettend beledigend voor mensen die echt uit Suriname komen. Je huidskleur komt van het roet. Prima. Maar daarmee zijn volgens mij niet alle eigenschappen van Zwarte Piet te verklaren. Hoe was jullie reis? Wel heel koud. Heel koud op de boot, ja, hier naar Nederland. En lange tocht. Hele lange tocht. Maar wel alle Zwarte Pieten meegenomen. Alleen Zwarte Alleen Pieten. Zwarte. Nu wil ik even graag wat zeggen over de argumenten van de mensen die voor Zwarte Piet zijn. Het eerste argument is dus dat Sinterklaas is een kinderfeest. Het is een kinderfeest. 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 Dit is ook natuurlijk waar. Iedereen eet wel pepernoten natuurlijk, maar dat heeft gelukkig niets met racisme te maken. En inderdaad, het is een kinderfeest. En veel mensen vinden dat je racisme weg moet halen van kinderen omdat ze nog onbevooroordeeld zijn. Dat is ook zo. Kinderen zijn onbevooroordeeld. En kinderen zien inderdaad ook niet, als ze Zwarte Piet zien, dat dat een donker persoon moet voorstellen. Die connectie leggen ze ook niet. Vandaar dat ik ook het begrip goed kan leggen, want ik ben zelf ook opgegroeid met Zwarte Piet. Ik heb er inderdaad zelf ook nooit een negatieve connotatie aangehangen, omdat ik dacht dat het racistisch was. En ik kan me heel goed begrijpen dat je naar Zwarte Piet kijkt en dat je denkt aan leuke dingen. En dat je denkt aan vroeger. En dat je denkt aan, oh, ik kreeg pepernoten en ik vond het leuk. En
Ik was niet bang voor Zwarte Piet en ik heb hem ook nooit eng gevonden. Dat is ook allemaal valide. Daar is helemaal niks mis mee. Het is gewoon weg wel belangrijk om te erkennen dat sommige mensen wel last hebben van Zwarte Piet. Puur omdat mensen onbedoeld de connectie leggen tussen Zwarte Piet en een donker persoon. Ik heb hem ook nooit negatief gezien. Ik heb er ook altijd alleen maar goede herinneringen aan gehad. Ik heb ook de ruimte gehad om altijd alleen maar positieve dingen erin te zien. Omdat ik zelf geen racisme ervaar. Ik heb geen kroeshaar en ik heb geen donkere huid. En ik heb er geen last van als mensen naar mij kijken en denken... Het is ook belangrijk voor blanke mensen om te erkennen dat zij zelf geen racisme ervaren. En daarmee bedoel ik kan overal naartoe gaan... En iedereen kijkt naar mij en ze hebben een neutraal idee over mij. Dat komt gewoon puur doordat ik blank ben. Donkere mensen en mensen van andere afkomsten, die hebben daar last van. Mensen die een hoofddoek dragen, mensen die een keppeltje dragen. Daar komen gewoon bepaalde vooroordelen bij en dat is heel vervelend. En blanke mensen hebben daar gewoon over het algemeen geen last van. Ik heb als blanke persoon geen last van racisme. Ik ga heel erg eerlijk toegeven, daar ben ik blij mee. Ik heb heel veel kansen in mijn leven gehad en dat komt gewoon puur doordat mensen mij op het eerste gezicht anders beoordelen. En dat vind ik erg, daar moet iets aan worden gedaan. En door Zwarte Piet te veranderen helpen we daarmee. We helpen ook de kinderen. Argument 2. Het is een traditie. Weet je, vroeger was het ook een traditie om mensen midden op een plein af te slachten en te kijken hoe hun hoofd eraf viel. Er is echt wel ruimte voor tradities om te veranderen. Heel vaak is het argument van pro-Zwarte Piet mensen ook dat mensen terug moeten naar hun eigen land. En dat ze zich niet moeten bemoeien met de Nederlandse cultuur. Nederland moet ook niet vergeten dat wij een koloniale geschiedenis hebben. Dat betekent dus dat wij heel lang geleden slaven hebben gebruikt om daar geld aan te verdienen. En we hebben ook stukken land nog steeds in Zuid-Amerika, zoals de Antilliaanse eilanden. Toen Curaçao dus inderdaad onafhankelijk werd, konden mensen uit Curaçao kiezen of ze naar Nederland wouden of dat ze in Curaçao bleven wonen. Het is dus belangrijk om te erkennen dat Nederlanders heel vroeger dit zelf hebben aangericht. Wij hebben die landen veroverd en wij hebben ze gekoloniseerd. En dus, toen die landen onafhankelijk werden, hebben wij ze de keuze gegeven, kom je naar Nederland of blijf je daar? Heel veel mensen kwamen naar Nederland gewoon weg omdat ze hier een beter leven zouden hebben. En dat is ook zo. Je hebt een heel goed leven in Nederland. Dus we moeten niet vergeten dat we dat zelf hebben aangericht. Het zijn niet mensen die hier zomaar zijn gekomen 10 jaar geleden en die in één keer zeggen, ja, nee, hier is wat mis mee, dit moet worden veranderd. Het zijn mensen die al heel lang bekend zijn met de Nederlandse cultuur, die vaak zelf ook zijn opgegroeid met Zwarte Piet. En die vaak ook generaties lang zelf hier al wonen. In moslimculturen wordt het nu ook wel gevraagd dat we een geit slachten. Is dat wel goed? Sommige mensen vinden van wel en sommige mensen vinden van niet. Is dat dan ook voor Nederlanders om zich ermee te bemoeien? Volgen sommige mensen wel, volgen sommige mensen niet. Het derde argument. Zwarte Piet is zwart van de roet. Zwarte Piet wordt over het algemeen ook geassocieerd met krulhaar, gouden oorbellen en rode lippenstift. Donkere huid geverfd. En dit is ook een klassiek element van blackface. Er zijn andere elementen waarin blackface ontzettend veel is verwerkt. Ik zal nog een paar andere YouTube filmpjes linken die blackface wat beter uitleggen en de eeuwenlange geschiedenis erachter ook benadrukken. Het klopt, Zwarte Piet is zwart van de roet. Maar wat ook klopt is dat Zwarte Piet is bedacht in een tijd dat slavernij nog normaal was. En het is ook helemaal niet raar om voor die tijd te bedenken dat er een slaaf bij zou lopen. Het lijkt mij dus ook dat terwijl Zwarte Piet door de schoorsteen gaat, dat ze niet door de schoorsteen ook krulhaar, gouden oorbellen en rode lippen krijgen. Alsnog, dit is vaak ook geassocieerd in oude tekeningen van blackface of oude racistische tekeningen van zwarte mensen. Heel veel mensen benadrukken ook, Sinterklaas is een kinderfeest. Hou je mond over deze discussie, want het is een kinderfeest. Je moet kinderen hier niet bij betrekken. Het is ook belangrijk dat je je kinderen opvoedt met het idee dat ze aardig zijn tegen iedereen en dat ze iedereen gelijk behandelen. En door Zwarte Piet te houden zoals hij is, benadrukken we een ongezond, onbewust beeld over donkere mensen. Net zoals er jarenlang geleden met blackface is bedoeld, om mensen te onderdrukken, om een onrealistisch beeld te geven van deze mensen. En dat is gewoon nog steeds wat anti-Zwarte Piet protesters er altijd in zien. Want het is ook gewoon een feit dat het een geschiedenis heeft met dat. Het heeft een geschiedenis met blackface en het heeft een geschiedenis met kolonialisme. Wat je dan vervolgens met deze informatie wil doen, als je trots wil zijn op het feit dat Zwarte Piet inderdaad een slaaf is, of een slaaf was. You do you, man.
Ik zie inderdaad vergeleken met het begin van de video dat het nu al een stuk donkerder is. Dus ik zit al een tijdje hier. Ik wil jullie graag even bedanken voor het kijken. En het is heel belangrijk. En dat moet je vooral meenemen van deze video. Het is belangrijk dat je je mening baseert op feiten. En als je iets meeneemt van deze video, het maakt me helemaal niet uit wat je nou uiteindelijk van Zwarte Piet vindt. Het is gewoon belangrijk dat je je mening baseert op feiten. En dat je dingen doet in je leven die andere mensen niet kwetsen. Als je iets meeneemt van deze video, dan hoop ik dat je dat meeneemt. En je mag me uitschelden in de comments. Je mag aardig doen tegen me in de comments. Maakt me helemaal niet zoveel uit. Maar ik hoop gewoon dat je iets hebt geleerd van dit filmpje. En ik hoop voor de rest dat je eigenlijk een hele fijne dag hebt.